Ik zei het net al, tijd voor de vrouwen dan, denk ik toch, om de tv wat luider te zetten. Want wat we nu gaan horen kan wel wat bijbrengen aan het leven, denk ik dan. Want Martine Prene heeft een boek gemaakt en dat heet MeTime. En ze zit hier gewoon bij ons en ondertussen zijn we ook thee aan het zetten. Want als ik aan MeTime denk, Martine, en zo tijd voor jezelf, dan denk ik aan verse thee. Aan een kopje thee? Ja. Ja, ik vond het ook geweldig dat je me dat zei aan de telefoon. Dus ik dacht, ik neem mijn favoriete thee mee. Ja. En je hebt ook een assistent die daar warm water aankomt. Ja, Katrien doet dat voortreffelijk. Hè? Ja. Thee is absoluut een hele goeie. Maar je moet wel kijken naar de goede kwaliteit van de thee. Ja. En dat kan je zien als je thee koopt en je kijkt naar de ORAC-waarde. Dat staat op de verpakking van de goede biologische thee, staat dat op. ORAC-waarde is de antioxidanten die erin zitten. Ah, ja. En Earl Grey, heel bekende zwarte thee, hè, met bergamot in, een typische geur. Daar zit heel veel ORAC in. En dat is een van mijn favorieten, samen met de groene thee natuurlijk, die heel veel energie geeft. Ik ken eigenlijk alleen de thee uit de zakjes, moet ik eerlijk toegeven. Dit is zoals in Japan. In principe is dit eigenlijk het vermalen theeblad. Dus je doet een heel klein beetje, dit is heel zuinige thee, je hebt daar heel weinig van nodig. En je roert, normaal gezien giet je daar 90 graden water overheen. Wij doen het nu een beetje omgekeerd. Ja, we gaan het doen. En ik ben nog rap bij de plantenwinkel wat verse munt gaan halen. Ach, ook altijd lekker, hè? Munt is heel ook heel goed, is fris, is goed voor de spijsvertering. Dus voilà, kijk, ladies first. Uiteraard. Wil je er suiker in? Nee, dankjewel. Ja, want ik heb kokosbloesemsuiker. Is dat suiker? Ah, ja, het zijn geen konijnenkeuteltjes. Nee, ik dacht koekjes van bij de thee of zo. Maar. Nee, dit is kokosbloesemsuiker. Ik praat daar in mijn boek wel ook proeven, over. Eigenlijk. Kom. Je mocht dat ook als snoepje eten. Dat geeft heel veel energie, trage energie. Spannend, want het is een trage suiker. Spannend. Is wel goed voor Limburg natuurlijk, trage energie. ik ga er wel eentje Je wil er eentje zo? Ja, als ga er zo eentje eten. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. En wil je Earl Grey of wil je groene thee? Want ik heb jou spontaan. Ah, wel, zal ik de groene nemen dan? Ah, wel, dat is goed. Voilà, kijk. Maar vraag maar hoor, ik kan twee dingen tegelijk doen. Alhoewel ik dat afraad in mijn Wordt gezellig, hè? Hoe smaakt de thee? Ja, al goed, maar ja, ik moet dat eigenlijk even... Hij moet even trekken. Eigenlijk moet je dat even laten trekken. Ja. Ik heb... Een klont in mijn mond. Ja, maar dat doet mij denken aan bouillonblokjes. Hè? Huh? Het smaakt toch niet zout? Het is zoet. Speciaal. Het is een suiker. Okay. Het is een zoet. Het is eigenlijk de nectar van de kokosbloesems. Die wordt ingekookt. En omdat die zo vezelrijk en zo mineraalrijk is, geeft die lang energie aan je lijf. Ja. Dus lange me-time. Lange me-time. Ja, nu me-time. Ja. Wat versta jij daaronder? Ah, ik denk, MeTime is thee, maar waar denk jij dan aan? Of? Wel, als ik denk MeTime, en het boek is inderdaad geschreven als een survival gids, alsjeblieft laat even trekken, want hij is heel straf nu, want er zit weinig water in. Ja. Als ik denk aan MeTime, dan denk ik aan een tijd echt voor jezelf, kwaliteitstijd. Dus even alles wat rustiger aan. Maar MeTime kan en is ook voor heel veel mensen, en ik schrijf dit boek voor vrouwen, dus ik ga het nu over vrouwen hebben, maar mannen hebben er evenveel aan. MeTime is geschreven voor vrouwen die heel veel combineren. Wij hebben de neiging om heel veel tegelijk te doen, multitasken. Ja, maar dat multitasken... Dat is niet zo gezond. Nee. Is niet zo gezond, ook niet voor vrouwen. En vandaar dat ik eigenlijk MeTime heb geschreven, omdat vrouwen gaan vaak als een soort van spil fungeren. Voor een gezin, voor de vrienden, voor de kinderen, voor de buren, de dieren van de buren, noem maar op. Ze zorgen voor iedereen. Dat is ook iets wat in ons instinct zit. Ik wou net zeggen, dat is wel iets wat vrouwen graag doen ook. Niet? Ja, maar het zit ook in ons diepste zielenroerselen zijn wij vrouwen zorgen. En dat is helemaal niet verkeerd, maar je moet wel uitkijken dat in al dat zorgen voor een ander, dat je jezelf niet vergeet. Ja. En daarom, en voor die vrouwen heb ik MeTime geschreven, vertrekkende eigenlijk vanuit elke keer de vrouw die het leest, of de man, want uiteindelijk kunnen die stiekem er ook heel veel Stiekem heb ik ook gelezen en stiekem is het wel... Er zit heel veel in. Ja. Heb je, Annelies, zo MeTime, heb jij dat nodig? Ik heb dat echt heel erg nodig, ja. Mm-hmm. Zeker omdat ik veel dingen wil combineren en nooit kansen wil laten liggen. Mm-hmm. Maar ja, mijn huishouden, dat ziet er dan af en toe niet uit. En dan ben ik, ik moet nog strijken, ik moet nog dit. Ik moet nog, dat is een heel belangrijke. Ja, dat moeten. En druk. Dat moeten is een van de dingen die waar we onze duivel mee aandoen. Hè. Dus ik heb het boek ook geschreven om ik en mijn huishouden, ik en mijn werk. Ik en mijn ontspanning, ik en mijn gezin, ik en mijn partner. En waarom? Omdat
Je leest het, het is eigenlijk een cadeau voor jezelf, dat boek. Of je doet het aan je lief, cadeau. Ja. Of je leest er stiekem in. Maar het is eigenlijk, het staat chockvol met tips en tricks over hoe je het makkelijker kan doen. Zoals wat jij zegt, ik moet mijn huishouden doen, mijn strijk nog doen. En vaak doen wij dat allemaal tegelijk. En als je een tip hebt voor mijn huishouden, wat moet ik dan doen? Wel, een hele goede is, ik weet niet, woon jij samen? Of ja, ja, ja. Dus iedereen die in het huis woont, voordat hij gaat slapen, ruimt 10 minuten op. Okay. Iedereen 10 minuten, dus niet alleen iedereen 10 de vrouw. Nee, niet alleen nee, de vrouw. Maar het is dus tussen vrouw. De vrouw des huizes, de man des huizes, de kinderen des huizes, hond en kat is wat moeilijker. Maar ja. Ik bedoel, de mensen die in het huis wonen, ruimen allemaal hun spullen op. En daar hoef je echt nog niet een groot mens voor te zijn. Ook kinderen kunnen dat leren. Een eigen bak of een mand. Alle spulletjes erin voor je naar je bed gaat. Dat scheelt zoveel werk. En dat scheelt ook heel veel ergernis als je 's ochtends opstaat en je breekt je nek over de Lego-autootjes of de sloffen of wat er allemaal rondslingert. Dat is een goeie. En als je met meerdere mensen samenwerkt, samenleeft, is het heel belangrijk dat ieder zijn taak heeft. Niet van ze helpen, want dan moet je hulp vragen en dat is... Dat klopt. Iedereen niet. Is verantwoordelijk voor. Iedereen heeft voor. Zijn taak. Ja. En ik heb ook gezien relaxoefeningen doen. Ja. Ja. En hoe, wat moet ik daar... We willen eigenlijk graag wel eens eentje jullie willen wel eens weten, zo relaxen. Wel, een hele goeie is iets wat je elke dag doet, de hele tijd door, onbewust, en dat is ademen. Ja. Nu, heel veel mensen ademen verkeerd. Ik zou misschien kunnen vragen aan de kijkers thuis van... Okay. Observeer gewoon eens uw ademhaling. En voel eens, verander er niks aan en voel eens waar dat die zit. Gaat uw borst omhoog en naar beneden? Gaat uw buik naar voren en naar achter? Gaan uw schouders mee? En als je dat dan observeert, zo heel eventjes, dan komen veel mensen tot de conclusie dat ze vrij hoog ademen. Ja. En dat is eigenlijk al een stressademhaling. Daar word je al onrustig en van. Ja. Dus dan is het heel belangrijk om eigenlijk, en dat is een oefening die erin staat, duurt een halve minuut. Dat is dat je heel bewust is een dikke buik maakt en ontspant. Een dikke buik maakt en dan dikke buik en dan ook naar je flanken ademt. En eigenlijk je lijf vol adem laat stromen. Zuurstof, hè. Ook en als je daar een halve minuut, een minuut mee bezig bent, dan is niet alleen je hoofd leeg, want je hebt nergens anders aan gedacht dan aan ademen. Dus je bent eigenlijk meditatief bezig. Ja, ja. Je ontspant, je geeft je hersenen eventjes een time-out eigenlijk, want ze moeten even niet zo druk bezig zijn. En je bent een stuk rustiger. En als je dan rustig bent, dan staat er in het boek Let's Talk About Sex. Oh ja, absoluut. Want waarom? Maar... Dat is gezond. Dan ze... Seks maar is dat gezond. Zo? Maar wat, Ik vind het zo gezellig. Hè? Al die mannelijke journalisten die beginnen altijd over het laatste stukje in het boek. Ja, Let's ja, Talk About Sex. Met een honingkaderke eromheen waar de honing afdraait. Ja, waarom? Omdat seks is iets heel gezonds. We worden er mooier, gelukkiger en gezonder van. Dus waarom zou het dan niet doen? Nu, het is zelfs zo dat als je wetenschappelijk bewezen zo'n 2 à 3 keer per week het doet, ongeveer 10 jaar langer leeft. 10? Dat is heel wat. Dat is al de moeite om... Als je nou weet dat als roker... Het niet, dat gaat het niet, hè? Ja, en een roker leeft 10 jaar korter, dus je zou kunnen denken... Stoppen met roken en meer, nee. Ja, dan leef je 20 jaar langer. Ah ja, voilà, het is erom. Dus, of je kunt zeggen, ik blijf stug doorroken, maar ik heb veel seks, dus ik leef 10 jaar langer. Dus op zich, het dus kan, dan blijft het kan hetzelfde. Nee, seks is ook heel goed voor je systeem. Je gaat er gelukshormonen van aanmaken. Je komt dichter bij je partner te staan. Je gaat zweten, dus je huid reinigt zich. Je huid is je derde nier. Dus je lijf wordt schoner, je voert afvalstoffen af. Het is voor veel goed. En je verbrandt calorieën. En daar is een heel groot verschil in hoe je het dan gaat doen. Ik vind het heel jammer dat onze tijd erop zit, maar alles staat in dat mooie boek. Alles staat in, en er staat niet alleen over huishouden en seks in, er staat ook heel veel in over hoe je werk kan combineren met je gezinsleven, hoe je het moet aanpakken of hoe je het zou kunnen aanpakken om het leven gewoon veel plezanter en makkelijker te maken. Voilà, en we hebben goed nieuws, want dankzij de uitgeverij mogen we ook nog eens het boek weggeven. Dus als je dat wil winnen, moet je heel eenvoudig naar onze website surfen, tvl.be, op doe mee klikken en zo maak je dan kans op het boek van Martine Preene, Me Time. Ik heb er alleszins al wel wat van opgestoken en ik denk dat er nog veel meer in te lezen valt. Dus Martine, dank je wel voor deze fijne tips. Graag gedaan.